Ja, dankjewel. Goed, welkom allemaal. Het is 2 uur geweest, dus we gaan beginnen. We zouden eigenlijk in de zaal hiernaast zitten voor een wat interactieve sessie, maar dat is een grote opkomst zo te zien. Dus we zijn nu naar een presentatiezaaltje verplaatst die nog vrij was. De setting is hier wel wat minder interactief, dus we moeten even kijken hoe we dat straks gaan doen. Ik ga even kort iets vertellen over wie wij zijn, wie ik ben, wat wij met Drupal doen voor de Rijksoverheid. De bedoeling dat het daarna een wat interactieve sessie wordt, waar we met elkaar discussiëren van hoe kunnen we wat meer met elkaar samenwerken als op het gebied van websites voor de Rijksoverheid. Ik ben Rikke Steenbergen, ik ben een solution architect bij DICTU. DICTU valt onder het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en is een ICT-dienstuitvoerder. Daarnaast binnen DICTU zijn we met een groepje bezig om wat meer aansluiting met marktpartijen en andere leveranciers te zoeken als het gaat om Drupal en de overheid. DICTU is een vrij grote organisatie, rond de 1500 medewerkers die allerlei applicaties voor Rijksoverheid maken. Dat zijn bedrijfsapplicaties, maar ook websites en apps. Maar ook digitale werkplekken worden door DICTU beheerd en applicaties voor het verlenen van subsidies, inspecties en registers. En daarmee wordt gebruik gemaakt van moderne technieken zoals cloud, mobile en big data. Een onderdeel van DICTU is het team Web & App Services, waar ik ook in zit. En dat is een afdeling van ongeveer 90. We hebben in deze ruimte beschikbaar voor een half uur. Oh. We hadden hem naast me staan, want het was veel te druk. Deze ruimte die is over een half uur, wordt hier door een volgende sessie. Dus ik weet niet hoeveel ruimte je nodig hebt. En anders moeten we even gaan kijken of we nog wat kunnen schrijven. Veel te druk, mag niet. Ook wel technisch niet. Het is maximaal 35 mensen. We gaan dit er niet aan mee. We gaan gewoon buiten discussiëren. Ik doe in ieder geval verschillen. Lijkt me goed, dan moeten we dan even een andere locatie opzoeken. Ik zal snel mijn praatje doen, dan kunnen we daarna door naar de discussie. Wij zijn de afgelopen jaren best wel gegroeid. Intussen 90 medewerkers, verdeeld over 10 DevOps teams. Onze standplaats is in Assen, in Drenthe. Wij ontwikkelen en beheren websites, ook internet en kennisbanken. En daarnaast bouwen we native apps voor de Rijksoverheid. En momenteel hebben we ongeveer 100 websites in beheer, waarvan het grootste deel gebouwd is in Drupal. Enkele voorbeelden daarvan zijn, misschien kennen jullie hier wel websites van RVO.nl, eentje, DigiD, Tweede Kamer, ACM. Het zijn allemaal websites die gebouwd zijn in Drupal, of waarvan in ieder geval de backend, het CMS, gebouwd is in Drupal. Onze speerpunten zijn dat onze websites veilig zijn, toegankelijk en ook open. Met veilig bedoelen dat we daar hebben veel richtlijnen voor, zoals e-mails die moeten veilig verstuurd worden. Daarbij gebruiken we DKIM, SPF en DMARC. Er is een baseline informatiebeveiliging voor de overheid, wat een extensie is op de ISO 27001 richtlijnen. Daarin allerlei beveiligingsrichtlijnen waar wij ons als overheid aan moeten houden. Daarnaast zijn er ICT-beveiligingsrichtlijnen voor webapplicaties van het NCSC. En ook een beveiligingsrichtlijn hebben we voor andere zaken zoals TLS, zoals cryptografie. En we maken gebruik van secure software development en daar zijn ook weer allerlei richtlijnen voor. Daarnaast is toegankelijk heel belangrijk voor ons. We zijn verplicht dat onze websites voldoen aan de WCAG-standaarden tot en met niveau A en AA. We maken gebruik van de responsive webdesign. Veel van onze websites zijn gebouwd in een Rijkshuisstijl, dus een standaard vormgeving voor Rijksoverheidswebsites. Bij Web & App Services maken we gebruik van de methode design thinking voor nieuwe applicaties die we ontwikkelen.
Daarnaast zijn we als overheid ook verplicht om informatie openbaar te maken. Dus er zijn ook weer verschillende regelingen voor wet hergebruik overheidsinformatie en initiatiefwet open overheid zijn daar. Dat is een wet die onlangs ook is aangenomen volgens mij. Dat resulteert er onder andere in dat we veel informatie ook beschikbaar maken als open data, zodat andere afnemers daar ook gebruik van kunnen maken. Op drupal.org hebben we ook een aantal modules staan, zoals een Rijksvideo module waarmee video's die in de Rijksmediatheek staan geëmbed kunnen worden op een Drupal website en een standaard Drupal thema voor de Rijkshuisstijl die door het RIVM wordt onderhouden. Daarnaast leveren onze ontwikkelaars ook individuele bijdragen aan modules die wij gebruiken in de vorm van patches en dergelijke. Nou, dat was mijn verhaaltje. Nu willen we graag eigenlijk even met elkaar brainstormen hoe we de expertise die wij hebben voor het ontwikkelen van websites voor de Rijksoverheid kunnen delen met andere leveranciers, of hoe wij ook wat van andere leveranciers kunnen leren. We hebben een aantal onderwerpen genoemd waar we het over kunnen hebben, maar als je zelf ideeën hebben voor deze brainstorm sessie, dan ben ik daar ook wel benieuwd naar. Mag ik ook een vraag stellen? Ja, natuurlijk. Hoe verhouden jullie zich ten opzichte van bureaus? Huren jullie bureaus in of developen jullie zelf altijd? Dat staat meer waar. Wij ontwikkelen inderdaad voornamelijk zelf websites. Daar huren wij wel freelancers voor in die onze eigen teams versterken. En daarnaast kunnen onze opdrachtgevers, zoals een RVO of een Logius, die kunnen voor websites ook een aanbesteding uitvoeren, zodat een leverancier een website voor hun gaat bouwen. Je had het over team DevOps. Zijn dat ook team developers of zijn er ook wat developers? We zijn ongeveer met 90 medewerkers in op onze afdeling, waarvan een groot deel ook ontwikkelaar is. Ik denk dat het een stuk of 50 ontwikkelaars zijn. Wat zijn jullie onder design thinking? Dat zou ik even voorbij komen. Ja, misschien Dominique, misschien dat jij daar iets over kan uitleggen. Ja, dat kan ik wel. Dit klinkt super hard. Maar design thinking is best wel breed. Dus ik vraag me ook af of daar misschien een vraag achter zit. Ik weet trouwens niet wie me stelt, maar kijk jou aan. Ja, wij in ieder geval, als wij bijvoorbeeld een opdracht binnenkrijgen, dan doorlopen we de stappen zoals in design sprints zijn doorgevoerd. We zijn ooit begonnen met het echt uitvoeren van design sprints. Ik weet niet of jullie daar bekend mee zijn. Eigenlijk gewoon echt de volgordelijkheid van we gaan met elkaar samen een kernteam vormen, we gaan nadenken, brainstormen, we gaan het prototype opstellen, testen met de gebruikers en we leveren een gevalideerd product op. Oké, bedankt. Ja, waar ik wel benieuwd naar ben, zijn jullie mensen die ook ervaring hebben met het bouwen van websites voor de Rijksoverheid? Voor de Rijksoverheid ook wel, dus Ik denk dat je ook moet kijken, niet alleen naar de samenwerking met de markt, maar ook de overheid intern. Ja. Als de ontwikkelaar bij het RIVM. Ik denk dat dat ook interessant kan zijn. Ja, absoluut. Ja, zeker. Ja. Samen ook bij elkaar precies geweest. Ja. Ja, want jullie beheren ook dat Bootstrap Rijkshuisstijl, dat thema volgens mij bijvoorbeeld, hè? Ja, ja. En zijn er zaken waar jullie ook tegenaan lopen als je Rijksoverheidswebsites maakt? Wat jij geknikt. Ja, we zijn wel achtergekomen dat Rijkshuisstijl, zoals je het aangekomen op Rijkshuisstijl.nl, dat die niet voldoet aan de DGA-normen, standaard AA zijn. Mooi. Dus dan krijg je de order terug en denk je, ja, we hebben het opgeleverd namens de volgens de Rijkshuisstijl, maar we hebben het niet. Blijkt dus niet kloppen. Ja, precies. En dan bedoel je op dat Rijkshuisstijl thema van Drupal.org of een eigen idee? Als je kijkt
je daar snel, als je dat moet overnemen voor tabellen en dergelijke, dat die bijvoorbeeld het contrast is vaak helemaal niet DCRE-AA, want de norm is volgens mij niet ja. AA, maar AA. AA, klopt inderdaad, ja. Ja. Dus ja. Oh ja, tuurlijk, ja. We zijn al achtergekomen dat bij het bouwen van een website voor de Rijksoverheid dat de Rijkshuisstel niet voldoet aan de WCAG-norm AA. Ja. Dus daar zijn we al tegen aangelopen. Oké, ja. En wat doen jullie daar dan mee? Want enerzijds moet je dan conformeren aan de Rijkshuisstel. Ja, we hebben het toch teruggelegd inderdaad. Dienen verzoek in met de Rijkshuisstel, dat daar naar gekeken wordt en dat wordt aangepast. En dan zullen wij dat natuurlijk ook meenemen, maar wij gaan niet de Rijkshuisstel zelf veranderen op die website. Dat lijkt me niet te doen. Nee, precies. Ja. Oké. Okay. En we praten misschien nog, we praten natuurlijk wel vanuit het Rijk hier. Hoi. We praten hier vanuit het bedrijf, maar online.nl dat is vanuit DPC, de Instituut voor Communicatie van Algemene Zaken. En ja, wij zitten bij het ministerie van Economische Zaken. En wij maken vooral de Drupal en Rijks websites en wij rijden naar de Hippo platform websites te maken. Dus het klinkt misschien alsof het één is en ook goed gesynchroniseerd, maar dat, daar hebben we nog wel een stapje te zetten. Ik zag net het thema langskomen, het bootstrap eigenlijk naar huisstel. En ik zie hier mijn thema zitten, Skip, bijvoorbeeld. Wij weten in ja, het thema. Wat ik wel merk is dat de overheidsdiensten hun eigen fork volgens mij ook hebben gemaakt. Als ik dat goed zeg, dus de RVM heeft hun eigen fork daarop gemaakt en ik denk de dikte ook. Ja. Wat ik dus ook zie is eigenlijk dat er helemaal niks terugkomt naar de community. Dus, he, dus dat de overheidsdiensten, ja, die houden eigenlijk hun eigen eilandje bouwen zich, om het zo maar te zeggen. En ja, er wordt niks teruggegeven, maar door, ja, dat moet, er is eigenlijk geen doorontwikkeling van het thema. Als je dus nu ook gaat kijken naar het HIPO-platform, die huisstijl is eigenlijk inmiddels wel heel anders dan ja, het Drupal-thema, omdat dat geen doorontwikkeling heeft gekend. En misschien wel in jullie forks, maar niet op Drupal.org, om het zo maar te zeggen. Ja, precies. Ja. Dus wat ik daarin zie, in die Rijksvideo-module, volgens mij ook, die staat ook wel heel lang stil. Het zou natuurlijk mooi zijn als overheidsdiensten op Drupal.org meer samen konden gaan werken. Ja, nee, klopt, dat herken ik wel inderdaad hoor. Als je, nee, ik vond het zelf het lijstje ook van wat wij als Rijksoverheid op Drupal.org hebben staan, er best wel karig inderdaad. Daar zou, ja, onze bijdrage zou daar wel wat groter mogen zijn, denk ik, en zeker iets als een Drupal thema, dat, ja, dat is wel een basis natuurlijk voor een Rijkswebsite daar. En, nou, denk ik dat het goed zou zijn als we daar wat meer van teruggeven inderdaad. Ja, ja, het is ook wel een ambitie, hè? Die we ook allemaal hebben en dat betekent eigenlijk altijd de tijd versus werk of ja, waar het daar moet worden met deadlines. Ja. Maar wel heel terecht opmerkingen. Ja, misschien aan vandaag nog een vraag. Ja, bij de Rijkshuisstijl hoort ook een set aan de Rijksiconen inderdaad, die toegepast moeten worden. Die zijn opvraagbaar bij DPC, is dat volgens mij in ieder geval via de website van de Rijkshuisstijl kun je die opvragen in de vorm van SVG-bestanden, om die op die manier toe te passen. Maar daarvoor zou het inderdaad ook best een idee zijn om daar ook een module voor te ontwikkelen, die we, ja, zodat je eenvoudig Rijksiconen kunt gebruiken op een Drupal website. Dat is inderdaad ook iets wat we vaak wel ja, op eigenlijk al onze websites wel gebruiken. Maar op dit moment hebben we niet echt een standaard voor. Dus dat is wel op GitHub ook al voorbij komen, inderdaad, dat wordt aangeboden. Ja. Want niet allemaal geloof ik, je
staat er wel, in een demo op een feestje. Maar wat ik jou vraag, is de bedoeling dat dat landelijk de standaard gaat worden? Of is het meer, het wordt beschikbaar gesteld en kijk maar of het gebruikt. Gaat het misschien ook verplicht worden voor gemeentes bijvoorbeeld? Dat durf ik zo eventjes niet te zeggen. Kijk, die iconen die bij de Rijkshuisstijl meegeleverd worden, dat staat op rijkshuisstijl.nl. En dus dat is in ieder geval voor Rijkswebsites wel verplicht om daar gebruik van te maken. Maar of dat voor andere overheidsinstanties ook geldt, dat weet ik eigenlijk zo even niet. Dat is dan natuurlijk ook niet per se Rijksoverheid, maar meer een soort semi-overheid eigenlijk. Ja. Maar daar is nog niet zo bekend in hoeverre dat... de norm moet gaan worden. Nee. In ieder geval niet dat ik weet. Nee, ja. Ja, achter jou waar dus dat is wel altijd iemand ook al heel lang de vinger op. Volgens mij kom je daarna bij jou. Ja. Ja, we hebben een tijdje geleden, niet wel een paar jaar geleden, hebben wij een toegankelijkheidsverklaring.nl ontwikkeld in het kader van proof of concept destijds. Daarom hebben we nooit gebruik gemaakt van distributies of modules die beschikbaar waren. En toen kreeg ik het advies mee van, nou kijk maar wat er beschikbaar is op andere overheidswebsites. Dus daar heb ik een beetje afgekeken, zeg maar. En toen kwam ik inderdaad ook tegen dat heel veel elementen niet voldoen aan de toegankelijkheidsrichtlijnen. Maar wat me vooral heel erg opviel is dat het ontzettend inconsequent was qua opbouw, qua structuur, et cetera. Maar als er een soort van design system is, waarom is het dan zo niet gelijk getrokken met elkaar? Ja, nee. Kijk, ik vraag me af of er echt wel een design system is. Er is wel een Rijkshuisstijl waar er wel wat richtlijnen staat waar een website aan moet voldoen. Maar dat is niet zo uitgebreid als een heel design system waarin alle elementen zijn uitgewerkt volgens mij. Dat is wel iets wat nu speelt. Je hebt het NL Design System, wat een design system is voor Nederlandse overheden die breder gebruikt kan worden. En ik denk dat het voor ons ook goed zou zijn om daarop aan te sluiten. Dus dat we voor een zo'n design system voor de Rijksoverheid ontwikkelen die vrij gebruikt kan worden voor Drupal websites, maar ook voor andere uitingen misschien. Want wat houdt denk u dan nu bijvoorbeeld tegen als je weet dat op een Rijksoverheid.nl een breadcrumb helemaal aan de toegankelijkheidsrichtlijnen voldoet? Waarom wordt datzelfde component dan niet doorgevoerd in andere websites? Is dat dan tijd of gebrek aan mankracht? Of hoe zit dat? Dat tweede denk ik inderdaad. Ja. Oké, duidelijk, dankjewel. De microfoon daar. Ja, mijn vraag is in dezelfde lijn als van haar, zeg maar. Je hebt een Drupal thema, maar je ziet vanochtend ook met de presentatie steeds meer naar andere technieken, naar iets van de headless of zo, of Vue.js, React of whatever. Dus je zou meer naar een soort van storybook-achtig component library ding willen gaan in plaats van een Drupal team. Ja. Dus dat je gewoon je eigen Drupal team kan gebruiken en daar overheen gooien dan een component library. Dus ik weet niet hoeveel jullie daar al zelf nou, op zoek zijn of dat je aanhaakt bij een bestaande component library voor de Rijksoverheid dan? Ja, precies. Nou, dat is ook wel de gedachte waar wij naartoe willen. Wij hebben ook een aantal websites, die koppelt websites inderdaad, waar de frontend in React is gemaakt. En eigenlijk zouden we inderdaad een component library willen hebben die te gebruiken is, die agnostisch is van waar het in geïmplementeerd is. Of dat nou een Drupal thema is of een React website. Daarvoor kijken we ook wel hoe andere overheden dat doen. Dus als de Britse overheid heeft UK Golf, waar ze eigenlijk ook iets vergelijkbaars doen. Maar goed, nu heb je dus in Nederland een initiatief dat heet NL Design System, wat meer een framework is voor component libraries. Waar we nu aan het kijken is om daar eens wat aan te haken. Dus dat, Ik had eigenlijk een dubbele vraag, één beantwoord je net al. Kijk je ook inderdaad naar andere overheden, bijvoorbeeld de UK, die een
voor mij een zeer uitgebreide zuinsysteem heeft. En hebben jullie daar dan ook echt contact mee om advies in te winnen? Dat was de eerste vraag. En in lijn daarvan, jullie vragen ook van goh, samenwerken met marktpartijen. Hoe zien jullie die samenwerking voor je? Ja, dat eerste, wij hebben op dit moment geen contact met overheden, dus andere overheden, maar we kijken vooral wat er nu beschikbaar is. Ja, het mooie inderdaad aan UKGov is dat die ook alles open source maken, dus al hun, alles wat ze maken staat ook gewoon op GitHub. Daar zouden wij ook graag naartoe willen dat we op zo'n manier ontwikkelen. En hoe wij de samenwerking met andere partijen voeren zien, wij vallen onder het economische, onder EZK NNV, dus daar maken wij websites voor, maar ja, we willen ook wel graag dat we onze expertise delen met andere marktpartijen, zodat als iemand anders een website maakt voor de Rijksoverheid, dat het veel minder moeite kost om een website voor de Rijksoverheid te maken die voldoet aan alle standaarden. Nu kost het soms best wel tijd om te voldoen aan toegankelijkheidsrichtlijnen bijvoorbeeld. We zijn ook wel vrij streng op beveiligingsrichtlijnen. Als daar wat meer standaard configuraties voor beschikbaar zijn, of standaard modules voor beschikbaar zijn, dan zou het misschien makkelijker zijn om websites voor de Rijksoverheid te maken. Dat is eigenlijk het doel wat wij kunnen nastreven. Dankjewel. Ik voel eigenlijk een beetje dat jullie proberen contact te maken met de gemeenschap. Ik probeer hier ook echt zichtbaar te zijn. Ik denk niet dat er heel veel marktpartijen zijn en zoveel developers die zijn als je moet. Dat is wel echt goed, dankjewel. Maar jullie zijn ook geen lid van de stichting. De Stichting Drupal Nederland in dit geval. Terwijl jullie wel een van de grootste agencies zijn. Dus ondanks het simpel, en natuurlijk hebben we nu even die battle, maar ik zou het heel gaaf vinden dat jullie juist ook op die manier een connectie proberen te maken. En met de techniek en met de markt, maar ook echt met, vanuit de gemeenschap. Dus die win wordt partner. Ja. Het is geen vraag. Ja, dat is je wel. Het is gewoon een goede opmerking. Ik zei het al, we zijn een team van 90 man groot. En voor je beeldvorming 4 jaar geleden waren we ongeveer 10 man groot. Dus de vraag naar Drupal ontwikkeling binnen de overheid en breed natuurlijk, maar ook Drupal binnen is KNV is explosief. We hebben wel gemerkt door de Drupal 9 migraties, is natuurlijk gewoon een hele grote, het wordt een migratie of upgrade genoemd, maar voor ons betekent dat volledig nieuwbouw in heel veel gevallen. Dus onze focus afgelopen jaren, in de tijd van corona, extreem veel Drupal-opdrachten heel erg geweest op hoe mensen überhaupt al het werk wat ze te doen hebben. En oh ja, dat is ook een community en ja, we kunnen ook nog wel meer betekenen en we hebben daar ook wel ambities en ideeën over. Dus ik denk ook gewoon, het is een kwestie van tijd, zeg maar. Dus niet een willen of een wat dan ook, maar meer gefocust op wat ons werk eigenlijk te doen was. En voor het eerst ook eigenlijk dat we hier op Drupal Jam zichtbaar zijn. De eerste opening. Daar is nog de eerste vraag volgens mij achter. Ik schat even een goede aanvulling op die marktvraag. We zien ook dat we niet alles zelf kunnen blijven doen. Dus vandaar ook, we willen wel meer duidelijkheid, dat het alleen fijn zijn, dat het ook het logisch is. En de Rijk klinkt voor het ene, dat er zijn ook heel veel. Dus wij komen elke dag ook wel achter dat er binnen het Rijk ontwikkelingen zijn die wij ook helemaal niet kennen, zeg maar. Dus daarom is het nog niet zichtbaar zijn. Maar wij willen wel meer partij zijn waar wij mee in gesprek kan van hoe moeten de bepaalde websites binnen de overheid gaan uitzien. En wel meer gebruik maken van de kennis en de capaciteit in de markt. Want jullie weten waarschijnlijk net zoals ons dat de capaciteit heel schaars is. En wij zien wel toenemende vraag. Dus wat we misschien ook goed willen te weten. En er komt dit jaar ook een aanbesteding van applicatieontwikkeling. Daar op die manier willen we ook de samenwerking gaan opzoeken. Nu werken we eigenlijk zelf met het inhuren van mensen vanuit de markt, maar we willen dat ook anders vormgegeven door ook contractueel samenwerking aan te gaan. Ik hoor jou zeggen, het delen van modules, als ik
hoor hoeveel sites jullie onder beheer hebben, zie je vast een patroon in functionaliteiten die er gebruikt worden in de verschillende sites. En waar daar mogelijkheden zijn om die te delen tussen de sites, maar ook met de community. Ik zie dat heel graag komen. Ik heb ook aan toegankelijkheidsverklaring gewerkt. Daar hadden we niet die behoefte om bijvoorbeeld een DigiD-koppeling of iets dergelijks te doen. Maar ik zie dat heel graag komen vanuit met de community-pad op, want die is ouder dan, dan het werknemerschap. De community-pad gaat voor bij mij. Een ander ding wat ik daarbij wil meegeven is uit mijn eigen ervaring, die is dan weliswaar 10 jaar geleden, dat ik ook een Drupal thema zocht voor een Drupal 6 of 7 website voor de Rijksoverheid. En daar wel iets vond dat niet onderhouden was. Het kunnen vinden van die modules is belangrijk, maar ook het gaan blijven onderhouden en reageren op pull requests en bug reports daarin is ook heel belangrijk. Misschien nog wat moeilijker dan het op Bitbucket, GitHub slingeren van een stuk code en het initieel goed maken, blijven onderhouden in de toekomst is minstens zo belangrijk. Ja, precies. En een goed punt. Ja, ik denk inderdaad dat bij ons wat meer aandacht nog nodig heeft om betrokken te zijn bij de community. Dat het, Corine net ook al aangegeven, zijn afgelopen jaar best wel behoorlijk gegroeid, waardoor we een enorme druk hebben van projecten die uitgevoerd moeten worden, waardoor er vaak denk ik te weinig aandacht is om ook het contact met de community te onderhouden. Dus dat is zeker iets waar wij een vraagstuk waar wij wel mee worstelen, hoe kunnen we daar beter invulling aan geven. Dus ook daarvoor zijn we wel nou, de eerste stap hebben jullie al genomen door hier te zijn en hier het onderwerp te sprake te brengen. Ja. Bert heeft al een tweede suggestie daarvoor gedaan. En mijn derde suggestie is van ga actief de community in en leg die vragen neer. Zoek mensen om met jullie daarover gedachten van te wisselen. Die zijn er zeker. Mooi. Ik heb begrepen dat...